Hoi, leuk dat je kijkt naar het Campus Journaal. Het is vrijdag 7 februari in het jaar 2014 en vandaag is het warme truiendag. We hebben weer een volle uitzending voor je klaarstaan, met onder andere... Ik heb hoge verwachtingen van de schaatsers. Sven Kramer, Irene Rust, Goud. En? Ik vind het niet echt heel erg belangrijk, want ik heb er niks mee te maken. Maar ik denk ook niet dat het heel erg goed is. Nee, van jongeren drinken toch wel. Ik dronk ook al voor mijn 16e. En tot slot... Windesheim gaat samen met de externe partners die zorgen voor de catering, voor de koffie en voor het printen en kopiëren in de campuswinkel. Dan gaan we op zoek naar een alternatief waarmee betaald kan worden. Jan van Iersel, domeindirecteur van Business Media en Recht, raadt na 27 jaar Windesheim in voor de NHL in Leeuwarden. Het campusjournaal zocht hem nog één keer op en woonde zijn afscheidsspeech bij. Donderdagmiddag was er een grote bijeenkomst voor vertrekkend directeur Jan van Iersel. Al zijn collega's en vrienden waren aanwezig. Wij spraken er een aantal. Wat vindt u ervan dat hij na 27 jaar Windesheim verlaat? Nou, dat vind ik erg spannend voor hem en een hele mooie uitdaging. Dus wat dat betreft, petje af. Een goede zaak is. Het is altijd goed om regelmatig, voor mij is het goed om een keer wat anders te gaan doen. Wat gaat u het meest aan Jan missen? Wat gaan wij het meest aan Jan missen? Wat ik het meest aan Jan ga missen is zijn toegankelijkheid. Dat je hem gewoon kan benaderen, even dingen wat met hem kan bespreken. En de gave die hij bezit om ook mensen ruimte te geven om nieuwe dingen te doen. Eerder op de dag spraken we Jan van Iersel al over zijn laatste dag op Windesheim. Wat gaat u na 27 jaar Windesheim het meest missen? Ik ga denk ik het meest missen de studenten en het personeel wat hier rondloopt. Dat zijn toch in al die tijd wel een beetje mijn, behalve collega's, ook wat vrienden geworden. En ik doe heel veel in de stad en breng dat eigenlijk in combinatie met studenten. Dus ik laat ze wel opdrachten doen. Die hele ambiance, studenten, stad, personeel. Ik denk dat ik dat het meest ga missen. U gaat naar de NHL in Leeuwarden. Wat heeft de NHL wat Windesheim niet heeft? Nou, dat moet ik eerlijk gezegd nog wat afwachten. Hè. Het is zo goed ken ik de NHL nog niet. Wat ik in ieder geval weet is dat het een beetje dezelfde hogeschool is als Windesheim in zijn samenstelling qua opleidingen. Alleen het is een stuk kleiner. En ik ben eigenlijk persoonlijk wel benieuwd hoe dat is om aan een veel kleinere hogeschool te werken. Dus dat is wat ik weet. En verder moet ik afwachten. Ik moet het nog even uitzoeken. Wordt het een emotioneel afscheid vanmiddag? Ik hoop het niet, maar ik sluit het ook niet uit. Het is, ik ben 52, ik werk 27 jaar op Windesheim. Meer dan de helft van mijn leven. Dus het is, Windesheim is wel wat meer dan puur alleen maar een werkgever. Dus ik kan me voorstellen dat het iets meer wordt. Ik hoop het niet, want ik wil het eigenlijk niet, maar wie weet. Komt u nog eens bij ons op bezoek op Windesheim? Nou, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Ik blijf gewoon in Zwolle wonen en ik hou hier ook een aantal neeffuncties aan. Ik ken hier zoveel mensen, maar ook al zo lang, dat die ingangen natuurlijk heel makkelijk zijn. Dus ik weet zeker dat ik niet alleen in Zwolle kom, maar ook zeker op Windesheim. En dan weer terug naar de afscheidsbijeenkomst. Nadat enkele sprekers hun zegje hadden gedaan, was het tijd voor de afsluitende toespraak van Van Iersel. En nee, hij werd niet emotioneel. Ik heb tijd lesgegeven in Rusland. Ik heb ontzettend veel gezien van de wereld op kosten van Windesheim. Allemaal ontzettend bedankt voor alles wat ik hier heb mogen meemaken. Echt met plezier en trots terug op wat hier staat. En het gaat jullie goed. En wie weet, tot ziens. Dank u wel. Gisteren is het nieuwe Hedon na 9 maanden verbouwing geopend. De opening werd groots aangepakt met een optreden van 25 artiesten. 900 genodigden waren aanwezig. Het Campusjournaal was één dag voor deze grote opening aanwezig en kreeg een kijkje backstage. Het is vandaag woensdag en dat is één dag voor de grote opening van het nieuwe Hedon. Ze zijn in totaal 9 maanden bezig geweest met het verbouwen. En Campusjournaal mocht als een van de eerste alvast aanwezig zijn om een kijkje te nemen in het nieuwe Hedon. Wat is er veranderd, wat is er verbouwd en waar zijn ze het meest trots op? We staan hier nu in het nieuwe Hedon. Jullie zijn 9 maanden bezig geweest. Wat zijn nou de key factors waar jullie echt trots op zijn wat veranderd is? Nou, dat zijn er een heleboel. Als je hier om je heen zou kijken, dan heb je de foyer wat gewoon heel ruim opgezet is. Wat er echt heel goed uitziet. Het is een fijne manier van binnenkomen. Een heel mooi punt vind ik de nieuwe kleine zaal die we hebben aangebouwd. Dat wordt echt een hele spannende plek waar je echt nieuwe talenten kan ontdekken. Echt een plek voor de muziekliefhebbers. Ja, en de grote zaal, als je erin loopt, het ademt gewoon sfeer uit. Het is een hele intieme zaal. Je staat nog steeds heel dicht op de artiest. En qua licht en geluid, dat zal echt verbazen.
En wat wouden jullie nou graag het liefst behouden van het vorige Hedon? Wat voor gevoel, wat voor ideeën? Nou, vooral intimiteit vinden we heel belangrijk. Dat is de artiesten vinden dat heel prettig. Maar het publiek wil ook gewoon het idee hebben dat ze echt letterlijk op de artiest staan. Dus dat ze niet een heel eind ver weg hoeven te kijken. En die intimiteit als je nou in de zaal rondloopt, is zeker gebleven. Dus daar zijn we echt heel blij mee. En waarom die verbouwing nu? Wat kon er echt niet meer aan het vorige Hedon? Nou ja, we waren simpelweg... De meest simpele reden is dat we gewoon uit ons jasje aan het groeien waren. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in goede programmering. We zijn heel druk bezig geweest met marketing. Dat heeft ook wel enigszins zijn vruchten afgeworpen. Veel volle zalen. Maar we zaten echt wel aan de max wat we konden doen. We hebben nu een nieuwe zaal, een kleine zaal erbij. Een heel multifunctioneel pand. Dus we zijn veel meer mogelijkheden gaan creëren om gewoon meer activiteiten te kunnen doen. En nog meer publiek binnen te halen. En wat hebben jullie nou voor artiesten achter de schermen veranderd? Backstage is een heleboel veranderd. We hebben een backstage café gekregen. Dus daar kunnen artiesten lekker een biertje drinken of een bak koffie. Ze kunnen lekker gewoon relaxen. Er zit een barretje in. Er zit een balkon aan vast waar ze hun eigen publiek aan kunnen zien komen lopen. En we hebben 3 kleedkamers gekregen in plaats van 1 grote die we hadden. Die zijn echt gewoon ingericht als een soort van woonkamer. Dus een artiest kan zich echt op zijn gemak voelen. En morgen de opening. Zijn jullie er klaar voor? Ja, wij zijn er bijna klaar voor. Als je om je heen kijkt, de schoonmaak is heel druk bezig met het laatste bouwstof eruit te halen. Hier en daar moeten nog wat puntjes op de i natuurlijk. Maar nee, in principe de techniek staat. Wij zijn er klaar voor. De zaal is er klaar voor. Laat maar komen. En dan nu het korte nieuws. De VN wil ongeveer 1 miljard euro uittrekken aan de steun voor de hongersnood in Zuid-Soedan. Het geld is bestemd voor de 3,2 miljoen mensen die in acute hongersnood zitten of zijn gevlucht. Maandag gaan de vredesonderhandelingen verder die een eind moeten maken aan de humanitaire ramp. In Engeland is geschokt gereageerd op een reclame over alvleesklierkanker. In de video vertellen mensen met deze ziekte dat ze liever borstkanker of teelbalkanker hadden gehad. Critici vinden de reclame ongepast en kwetsend voor de andere kankerpatiënten. Er staat al een HEMA hier op het station in Zwolle, maar nu kun je er ook een warme rookworst halen als je vanaf Windesheim het station binnenloopt. Deze week is er namelijk een HEMA-caravan komen te staan. Als we met z'n allen genoeg rookworsten eten, zal de caravan er permanent blijven staan. En met die worsten lijkt het wel goed te zitten. Het smaakt uitstekend, aan te bevelen. Afgelopen dinsdag 4 februari vierde social network Facebook haar 10e verjaardag. Een mooi moment om de balans op te maken. Hoe staat het ervoor met de site na 10 jaar en hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? Onze verslaggever Dirk Laning staat op de redactie. Ja Dirk, 10 jaar Facebook. Kun je eigenlijk in het kort even aangeven hoe die jaren eruit zagen? Ja, Facebook is een soort van jongensboek. En Mark Zuckerberg die begon op een gegeven moment met een idee. Hij wou een social media oprichten voor zijn universiteit Harvard. Daar had hij wat ideetjes voor en dat lukte nog niet zo. En op een gegeven moment kwam hij met FaceSmash. FaceSmash is weer uit de lucht gehaald door Harvard, want ze vonden het te veel een vleeskeuring. Maar Zuckerberg had toch wel echt het idee van oké, ik wil iets. En ik heb een idee, maar ik weet nog niet wat. En toen kwam het naar buiten wat hij wou, dat was de Facebook. Hij heeft eraan geschaafd, hij is er jaren mee bezig geweest, de afgelopen 10 jaar dus. En uiteindelijk is het woordje de er vanaf gehaald en is het gewoon Facebook geworden. En dat is de Facebook zoals wij het nu kennen. En die heeft 1,23 miljard gebruikers. En dat is dus 1 op de 6 wereldburgers. Ja, en je zou zeggen, na 10 jaar is het succes wel eens uitgewerkt. Maar is dat ook zo? Dat is inderdaad de tekst die je de laatste tijd heel erg veel hoort. Maar in Nederland is dat absoluut niet het geval. Op 1 januari 2013 waren er 7,9 miljoen mensen die Facebook gebruikten in Nederland. En op 1 januari 2014 waren dat er 1 miljoen meer. 8,9 dus. Het is wel zo dat in andere landen gaat het iets minder. Er zijn nog wel wat groeimarkten en dat zijn Rusland en China. En waarom het wat minder gaat, dat komt door de verzadiging. Want zoals ik net al zei, 1 op de 6 wereldburgers heeft Facebook. En heel veel meer kan het op een gegeven moment ook niet meer worden. Dus het aantal gebruikers groeit dus in Nederland, maar in de rest van de wereld neemt het eigenlijk dus af, kunnen we stellen. Ja, in de rest van de wereld gebeurt het tegenovergestelde. Daar wordt het steeds minder. En dat komt dus een beetje door die eerder genoemde verzadiging die ik zei. Ja. Facebook heeft te maken met een grote opkomst van concurrenten zoals Snapchat en Pinterest. De nieuwere social media eigenlijk.
Verwacht je dat dit ook voor een daling gaat zorgen in het gebruik van Facebook? Zoals ik net al zei, zit die daling erin. Alleen Facebook is slim. Ze zijn ook aan het investeren, want ze hebben zelf ook het gevoel van het wordt wat minder. Dus er moeten nieuwe dingen komen. Dus bijvoorbeeld, ze hebben Instagram gekocht en ze hebben net Facebook Paper gelanceerd. Dan krijg je als een soort van krant alle updates van je vrienden. Het is wel de vraag of deze vernieuwingen genoeg zijn om het te winnen van de rest. Want ja... Jongeren hebben op dit moment behoefte aan privacy. En die privacy, dat is nou niet iets wat Facebook ze geeft. Nee, dat snap ik. En is er ook iets van een feest gevierd of zo vanwege de 10e verjaardag van Facebook? Mark Zuckerberg is meer iemand van het vooruitkijken. Maar ik durf je wel te zeggen dat er een kleine polonaise op het kantoor van Facebook heeft plaatsgevonden. Oké, dankjewel Dirk vanaf de redactie. Wij gaan door met ons volgende item. 17-jarigen mogen dankzij de nieuwe alcoholwet al een maand niet meer drinken. Het zal voor hun dus in de weekenden blijven bij een colaatje. Het is nu een maand geleden dat de alcoholwet zijn intrede deed. Vanaf 16 mag je niet meer drinken, de leeftijd is verhoogd naar 18 jaar. Maar wat vinden de Windesheim-studenten hiervan? Ik vind het wel goed dat de alcoholwet er is, omdat het wetenschappelijk is aangetoond dat het beter voor je is als je pas vanaf je 18 gaat drinken dan als je vanaf 16 wil drinken. Ik vind de nieuwe alcoholwet een beetje vaag, omdat de verschillende jongeren die eigenlijk tussen de 16 en 18 zitten, die mogen de kroegen niet meer in, maar ze mogen ook niet drinken. Dus daardoor vallen ze eigenlijk in een gat. Want ja, waar moeten zij heen als ze niet mogen drinken en niet in kroegen mogen? Ze willen toch niet bij hun ouders zitten, dan gaan ze hun eigen dingen doen. Dus ik verwacht dat er heel veel zuipketen en dergelijke gaan komen en dat jongeren meer op straat gaan rondhangen. Dus ik vind het eigenlijk helemaal geen goed idee. Nou, ik vind de alcoholwet op zich geen verkeerde wet. Ik drink zelf nog steeds wel, maar ja, daar ontkom je ook niet aan. Ik ben er niet van plan om mee te gaan stoppen. Ik ben ook bijna 18, dus ja, waarom niet? Ja, in principe maakt het mij niet zoveel uit dat de wet nu gaat veranderen. Want die jongeren zullen altijd wel een manier vinden om aan alcohol te komen. Dus ik denk dat het niet zoveel problemen of niet zoveel verschil zal maken. Het zal misschien... Ja, je hoort dan wel die verhalen, weet je wel, dat een moeder met een kind geen flesje wijn meekrijgt. Dat vind ik dan wel belachelijk, maar meer invloed denk ik niet dat het zal hebben. Ik vind het... niet echt heel erg belangrijk, want ik heb er niks mee te maken. Maar ik denk ook niet dat het heel erg veel zin heeft, want jongeren drinken toch wel. Ik dronk ook al voor mijn 16e en nu gaan mensen ook al voor hun 18e drinken. Ik denk dat die heel moeilijk te handhaven is, maar dat uiteindelijk wel gaat werken. Het is gewoon even nu een beginfase en dat is altijd lastig. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel goed is, ja. De chipknip gaat verdwijnen. Op Hogeschool Windesheim moet je om te printen en om koffie uit de machine te halen je chipknip gebruiken. Hoe gaat Windesheim eigenlijk om met deze verandering? Weet je het nog? In de parkeergarage betalen met de chipknip. Dat is verleden tijd. De chipknip gaat namelijk verdwijnen. Bij 1 januari 2015 zal op de nieuwe passen geen gouden vierkantje meer te zien zijn. Op scholen betalen studenten onder andere voor het gebruik van printers, koffieapparaten en in de parkeergarage met de chipknip. Maar hoe moeten we straks onze documenten printen of een kopje koffie uit de automaat halen? Jens van Stralen heeft de leiding gekregen om dit probleem aan te pakken. En hij gaat in overleg hoe Windesheim nu verder moet. Windesheim gaat samen met de externe partners die we zorgen voor de catering, voor de koffie en voor het printen en kopiëren in de campuswinkel. Dan gaan we op zoek naar een alternatief waarmee betaald kan worden. En wat is zo'n alternatief, denkt u? Dat zou de mobiele telefoon kunnen zijn. Maar niet alle mobiele aanbieders hebben al een chip in hun telefoon zitten waarmee je kan betalen. Apple doet bijvoorbeeld niet mee. Samsung heeft het weer wel. Dus of dat de oplossing is, weet ik niet. Het kan zijn dat we iets gaan doen met de overchipkaart. Die heeft ook een mogelijkheid om betalingen te verrichten. Dat zijn we aan het onderzoeken. Dat doen we niet alleen. We doen het samen met, zoals gezegd, met Canon en met ISS Catering. Maar ook de andere hogescholen en mbo's die hetzelfde probleem hebben. Klein bedrag, pinnen mag.
Vanaf 2010 kan je ook kleine bedragen pinnen zonder transactiekosten te betalen. Deze extra kosten was de voornaamste reden om de chipknip te gebruiken. De chipknip kwam in 1996 al op de markt en werd afgeleid van het Belgische protonkaart. De chipknip is in Nederland bij het grote publiek nooit een hit geworden. Pas in 2010 beleefde het zijn hoogtepunt met 178 transacties en daarna ging het steeds minder met de chipknip. De dalende belangstelling was voor de betaalorganisatie Currens de reden dat ze de chipknip laten verdwijnen. Het is niet meer aantrekkelijk. Op veel andere hogescholen en mbo's, daar betalen ze vaak ook gewoon met een kaart. Ja. Die kaart die heb je dan altijd bij je en dan kun je ook geld opzetten die bij je naam hoort, zeg maar. Ja. Die bij je naam. Is dat ook een mogelijkheid? Hebben wij vroeger hier gehad, binnen Winnersheim. Ja? Daar is van gezegd, dat willen we niet meer. We willen geen bank spelen, want je moet dan geld van je bankrekening op die kaart zetten. Kan je alleen binnen Winnersheim mee betalen. Winnersheim heeft daar de zorgen over, heeft er een heleboel werk aan. En daar heeft Winnersheim geen zin in. Daarmee... Dus dat is u te beperkt, zeg maar? Nou, Winnersheim wil dat gewoon niet faciliteren. Het kan zijn dat een van de partners het wel wil doen, bijvoorbeeld Canon. Dat zou een alternatief kunnen zijn, maar dat gaan we de komende weken verder uitkristalliseren wat het wordt. Dus over een paar weken denk ik dat we meer weten. En wat merkt de student hiervan? Want natuurlijk, waarschijnlijk moeten dan alle printers bijvoorbeeld vervangen worden. Zou heel goed kunnen. Ja, maar dat zou dan in een vakantie moeten gaan gebeuren. Dus zo min mogelijk overlast voor medewerker en student. Betaal jij nog wel eens met de chipknip? Dan heb je pech. Je zal weer moeten wennen aan het pinnen voor kleine bedragen en een portemonnee vol met kleingeld. Pakt Sven Kramer weer goud of zorgen de bobsleders voor een verrassing? Wie weet, de kale studenten van Winnersheim blikken alvast vooruit op de Spelen. 3450 kilometer hier vandaan ligt het Olympisch dorp in Sochi. Daar bereiden de sporters zich voor op de Olympische Winterspelen. Vrijdag is de opening van dat evenement en zaterdag komen de eerste Nederlanders in actie. Ik vraag de KALO-studenten wat zij eigenlijk van de Spelen verwachten. Heb jij al een beetje zin in de Olympische Spelen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb zeker zin. Ik vind winterspelen altijd wel heel erg leuk om te zien en om te bekijken. Ja, ik kijk er wel heel erg naar uit. En waar kijk je dan vooral naar uit? Ik vind schaatsen altijd wel heel leuk om te zien. Snowboarden vind ik wel interessant. En bobslee toch ook wel. En in welke sfeer ga je het een beetje aanschouwen? Nou, ik ben zelf in de Oostenrijkse bergen. Dus voor het grootste deel zal het ook op herhaling zijn. Maar leven de multimedia. Tegenwoordig kan je alles via de app en dat soort zaken. Dus ik heb al wel het een en ander aan appjes gedownload om in ieder geval op de hoogte te blijven. Thuis denk ik, of als ik überhaupt tijd heb om te kijken. Dan... Met vlaggetjes? Nee, zo gek ben ik niet. Ik ga in ieder geval heel veel op mijn werk kijken. Hij zal de hele dag aanstaan en als er dan dingen uitgezonden worden, dan kijken we het via grote beamers. De studenten hebben er dus zin in. Maar wat verwachten ze eigenlijk van onze sporters? Wie gaat volgens hun het Nederlandse ijs breken? Nou, in ieder geval goud voor Irene Wüst en Sven Kramer. En ik hoop natuurlijk zou op rij met het snowboarden. En voor de rest, zien. Een goede prestatie. Nou, ik heb hoge verwachtingen van de schaatsers. Sven Kramer, Irene Wüst. Goud, denk ik. Hoop ik. Ik verwacht met schaatsen dat ze daar echt de meeste medailles gaan halen. En dat je dat ook het leukste zal zijn qua medailles. Ja. En ik hoop eigenlijk wel dat de snowboardster, ik weet niet heel snel meer de naam. Sauerbrei. Ja, ik hoop dat zij wel weer een medaille gaat pakken. Dat was de vorige keer wel heel erg leuk. En ben jij dan ook iemand die gaat juichen als wij goud pakken? Ik vind het wel heel leuk. Ik weet niet of ik zal juichen, maar ik denk wel dat ik het heel leuk zou vinden als het gebeurt. De gebroeders Mulders zijn kandidaten voor een plak op te spelen. Zij zijn geen onbekenden op de campus. Docent Herman Verveld had beide onder zijn hoede. We hebben onze Ronald en Michel Mulder natuurlijk, die hebben op de Kalo gezeten. Die heb ik nog lesgegeven 6 jaar geleden. Dus dan kijken we wel met extra belangstelling naar wat zij gaan doen. Wat waren dat voor gasten? Ja, bijzondere jongens. Toen al zag je van dat zijn topsporters. En wij kennen hier weinig topsporters. Dat is heel raar, want de Kalo zelf
hebben wij weinig topsporters. Het zijn allemaal natuurlijk mensen die opgeleid worden voor om anderen beter te leren bewegen en niet om zelf heel excellent te zijn. Ik ga wel altijd even met veel belangstelling kijken hoe ze het doen. Ja. Op het puntje van de stoel. Zeker, ja. Yeah! Deze handeling ga je weinig zien op te spelen. Wat wel, dat zie je de komende 2 weken. De zoektocht van de meeste boeren in Boer zoekt vrouw is voorbij. Yvonne Jaspers presenteert de afterparty waar een paar boeren uit de afgelopen serie aanwezig zullen zijn en waar volop gedate kan worden met andere vrijgezelle boeren. Het 7e seizoen van Boer zoekt vrouw zit erop. Het programma wist wekelijks 4 miljoen kijkers te boeien. Zaterdag wordt het programma afgesloten met een afterparty. Zoals je achter mij kunt zien zijn ze nog druk bezig met de voorbereiding. Maar waarom is er eigenlijk zoiets als een afterparty? Alles is liefde, alles is liefde. Die organiseren wij elk seizoen na de serie Boer zoekt vrouw. En het is een ledenactiviteit. Gingen de voorbereidingen tot nu toe? Heel erg goed. We zijn uitverkocht. Dat vinden wij sowieso heel erg leuk. En de kracht is natuurlijk dat heel veel boeren ook komen. Boeren uit vorige seizoenen. En zelfs van de internationale versie komen ook 3 boeren naar Nederland. Dus dat vinden we hartstikke leuk. Groot succes. Dus hoe gaat de dag er precies uitzien? Het is een avond. Het is echt een avondfeest. Om 8 uur beginnen we. Rond 8:30 zal Yvonne Jaspers het feest openen. Door de boeren op het podium te halen en even met ze te praten hoe het nu met ze gaat. Dan barst het feest los. Er zijn een aantal bands die komen. Gijs Staverman, onze DJ, draait de hele avond daar. En verder is het vooral heel gezellig en een groot feest. We hebben 1000 mannen en 1000 vrouwenkaarten. Niet per se vrijgezellen, mag wel. Dus het wordt nog wel een beetje gedate ondertussen. Dit was het alweer voor vandaag. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van het Campus Journaal? Check dan onze website www.journalistiekzwolle.nl/campusjournaal. Daar kan je de uitzending terugkijken en het laatste nieuws lezen. Je kunt ons ook vinden op Twitter en Facebook. Tot volgende week!